Het voorbije weekend vond in Hasselt het jaarlijkse nationaal congres van JCI plaats. Het thema van dit jaar is Vitesse. Zoals het woord al zegt, heeft alles te maken met de snelheid. Niet de snelheid van een wagen, maar de snelheid waarmee de maatschappij vandaag eigenlijk evolueert. We hebben een hele hoop topics die mee gepaard gaan. Het nieuwe werken, Generation Y. Wat is de impact daarvan op het bedrijfsleven? Een van de sprekers was Jean Coudron. Hij had het over de media. Ik probeer uit te leggen hoe mediaconsumptiegedrag verandert, hoe mensen anders met radio, televisie en kranten omgaan, wat voor impact dat dan weer heeft op die media, op die traditionele media, maar ook dat het niet beperkt is tot de media, dat alle bedrijven die media gebruiken om naar klanten te gaan, dat die ook geïmpacteerd zijn door die veranderingen van de digitale, sociale, mobiele en andere media, zoals we die de afgelopen 10, 15 jaar zien. En hoe ziet de toekomst van regionale tv eruit? Als je vandaag kijkt, dan zie je dat regionale televisie het lastig heeft door tal van redenen. Maar anderzijds zie je dat een van de krachtige elementen van de nieuwe digitale media, dat net lokaal is. Location-based services, portaalsites en zoekertjesites en dealensites die zich echt richten op, zelfs in Amerika, op huizenblokken en bij ons op regio's, op streken. Dus ik denk dat het lokale karakter heel belangrijk is. En als dus regionale televisie dat kan verbreden en uit puur tv kan uitstappen als keurslijf, maar ook naar die digitale wereld gaan, dat ze daar echt wel heel wat potentieel hebben.